Bart. Oh, Jan Bart. Jan Bart is iemand die mama kent van toen ze zelf student was. Toen ik in Gent zat, aan de Prezies was van Rodenbach. En Jan Bart, dat is een keigrappig meneer die ik weet niet hoeveel grapjes vertelt. Ja, die zou jij ook nogal grappig vinden hoor. Ja. Ja. En iemand die super creatief is en mama ook gaat helpen met Rodenbach. Want van die jaar vieren we 200 jaar Rodenbach. Echt? Ja, en daar gaan we ook een feestje voor geven. En Jan Bart, he, die gaat helpen. En ja, die grapjes op het feest maken. Zou Jan Bart grapjes vertellen op het feest? En wel, dat is goed mogelijk. Welkom bij de 31ste aflevering van Jan Bart. En vorige week was een kalme week. Ja, enerzijds was er een lege speelkalender, iets met virusvarianten of zo. En anderzijds was het ook hier thuis een rustige week. Het was namelijk de eerste volledige schoolweek van de kindjes. Gelukkig was er nog Rodenbach. Inderdaad, u heeft het daarnet goed gehoord van Pamela. Als alles goed gaat in deze tijden vol virusvarianten, dan viert Rodenbach dit jaar zijn 200ste verjaardag. Ja, en ik mag daar een heel klein beetje rond mee brainstormen, maar dat doen we helaas genoeg niet hier. Nee, dat doen we hier, online. Ja, iets met virusvarianten of zo. Ja, Jan Bart van het de montage hier. Jan Bart, zijn jullie speciaal naar Roeselare gereden om te zeggen dat je er niet moet zijn? Dat klopt, Jan Bart. Allee, hou, doe verder. Dus in mei staan er grote dingen te gebeuren bij Rodenbach. En ik heb de eer en het genoegen om een kleine radar te zijn in het grote geheel van festiviteiten die gepland staan. Maar later meer daarover. Inderdaad, Jan Bart, later meer daarover. De rest van de week kon ik gelukkig vullen met een heel klein beetje studeren, want in Gent zijn nu de examens volop bezig. Ja, Jan Bart vanuit de montage nog een keer. Jan Bart, je gaat het toch niet zeggen dat je naar Gent gereden bent, speciaal om daar dan te zeggen dat je eigenlijk alleen maar online examens hebt? Het klopt, Jan Bart, dat ik enkel maar online examens heb dit semester, maar ik ben niet in Gent. Allee, nog niet. Kom, draai je auto, keer snel terug naar huis, want je moet dringend beginnen met monteren. Oké. Dat was een raar gesprek. Nu, het was ook een rare week. Iets met virusvarianten of zo. Ja, nog een laatste keer Jan Bart vanuit de montage. Jan Bart, zei jij nu eigenlijk al begonnen met het opruimen van uw bureau? En helaas genoeg lopen er hier ook nog steeds annulaties binnen. Sommige optredens worden verplaatst naar later dit jaar of volgend jaar, andere worden gewoon geannuleerd. En ik begrijp die organisaties natuurlijk ook. Het is niet altijd evident in de huidige situatie om te beslissen wat met een optreden te doen. En ook het publiek aarzelt enorm om tickets te kopen. Ook hier zal er binnenkort een knoop moeten doorgehakt worden, maar ik wacht sowieso nog het overlegcomité van vrijdag 21 januari af. En daarna zien we wel. En zo komen we aan het eind van de 31ste aflevering van Jan Bart. Een iets andere en ook een iets kortere aflevering dan normaal. En nee, ik word niet gesponsord door Rodenbach. Nog niet. Maar misschien zit er in de toekomst wel een kleine giveaway in. Maar dat is voor later. Er rest mij nu alleen nog het laatste woord te geven aan mijn professionele afscheidsnemer. Creatieve mensen hebben geen rommel, alleen overal ideeën. Maar bij papa klopt het omgekeerd ook.